Dag Rudy, hier Hugo. We gaan samen een keer kijken naar de sites van de marine op zoek achter de Bob Seymortier. Voilà. Dus eerst en vooral gaan we naar de site van de marine door in uw browser te tikken. zmfn.be. En dan doet je gewoon retouren. Okay. En dan zit je in die site van de marine. Dus goed zien, alles in kleine letters, zonder spaties, zonder dit. En dan zit je in de portaalsite. De portaalsite, dat is in feite een site die veel andere sites bevat. Kijk, dat zijn, al die vierkantjes zijn andere sites. Maar die hebben soms verschrikkelijk moeilijke namen, die dat je moet onthouden dan of noteren. En als je met die portaalsite met een heel eenvoudige naam kunt je aan al de rest gewoon door erop te klikken. Bijvoorbeeld hier heb je de site van de Nationale Vereniging Uitgediende van de Zeemacht. Als je daarop klikt, dan zit je erin. Als je een beetje scrolt, dan zie je nog een paar gegevens. Bijvoorbeeld dat Marise van Bussel, de presidente, is van die groep en zij levert al het materiaal dat in die site moet komen. En ik ben gewoon de sitemaker. Dus met de gegevens van Marise maak ik die site met behulp van Dreamweaver. Oké. Dan zijn er nog de site van de Retired Officers, de Vriendenkring der Duikers enzovoort. Dat ongeluk in Oost-Duinkerke. Voilà. Dus we gaan een keer nu dit pakken. Dat interesseert ons in eerste instantie. We klikken op dat blauw venstertje, een soort mini-screendumpje. Voilà. En daarin heb je dan drie hoofddelen, de members. En daar heb je weer drie onderdelen, de faces. Dat is een lijst van foto's van alle mensen waar ik foto's van heb. En die, als je op die foto's klikt, dan gaat je naar een fiche met meer uitleg. Dat gaan we bijvoorbeeld een keer doen. Ik weet niet of je dat er nog kent. Hier, laten we eens even pakken. Jan Keuks heb je misschien gekend. Voilà, dat verwijst naar hier. Daar zit alleen een ding in. Een doodsbrief. Andere mensen hebben soms meer. Bijvoorbeeld de Rick, die is ook dood. Je ziet dat aan een streepje. Maar die heeft dan in zijn vakanties nog gaan vliegen met zo'n grasmachine op zijn rug. En dus er kan van alles in staan. In alle geval, alleen mensen waarvan er foto's zijn, zitten in de faces. Dan heb je nog een list. En in die list staan er meer mensen. Al degene die op een blauw achtergrondje staan, die zaten al in het boek van Falise. Maar dat is te zeggen, die mensen die zijn allemaal gepensioneerd voor 1991. Recentere mensen die hebben nog een witte achtergrond. En alleen de mensen waar dat de kopje bij staat, die hebben een extra blad met foto en verdere details. We gaan nu een keer zien naar beneden. Waar zit hem daar? Hier is zes trekkers met simpel. Seymortier, voilà. De Bob. Geboren in 1950. En die is op pensioen gegaan in de graad van kapitein ter zee. Voilà. Dus dat is het belangrijkste dat je daar kunt zeggen. Je kunt dat dan nog klasseren op gelijk welke manier, hè? Volgens geboortedatum. Dus de oudste die was geboren in 1998, dan op sterfdatum geklasseerd, achterstevoren, op de ouderdom, met de oudste 102 jaar geworden, die staat weer boven, enzovoort. Op naam, op voornaam en ding, en op graad. Bijvoorbeeld, de admiraal staat dan van boven en dergelijke. Telkens als je klikt, verandert je van richting. Hè? Naam, dan is van A naar Z. En dat is van Z naar A.
Oké. Dus dan hebben we nog Valise, de originele boek van Valise hier in blauw, is uitgegeven in 1991 en die is nooit bijgewerkt. Dat werd wel gevraagd of verwacht, maar dat is nooit gebeurd. Want dan moest die herdrukt worden, een heleboel ingewikkelde kwestie. Daarom heb ik er in 261 een website van gemaakt die ten allen tijde kan bijgewerkt worden. We kunnen bijvoorbeeld een keer gaan zien in die site, bijvoorbeeld, weet ik veel, mijn eigen bladje. In een boek was dat daar. Stamnummer Antwerpen, adres van vroeger, dat moet ik nog veranderen, zie ik nu. En dan voornaamste plaatsingen, de schepen en de walposities, de bevelvoering in dat en dat, enzovoort enzovoort. Een vergelijking met het jaarboek van Valise staat hier. In het jaarboek van Valise stond dat. En dat moest hier en daar veranderd worden nog. De correcties zijn al uitgevoerd, de meeste correcties zijn al uitgevoerd in dit boek. Voilà. En terug naar boven, wat hebben we dan nog? Dat is het belangrijkste. Meetings. Hierin heb je bijvoorbeeld al de reunies die we gedaan hebben en de mensen die er waren op die en datum. Hier voilà, de Singsong op die en datum enzovoort enzovoort. Terug naar hier, dat gedaan. Nu gaan we terug naar het begin van dat siteje over de retired officers. Als je daar op het begin zit, dan kun je hierboven, dat wordt rood als je ermee een duim over gaat, de muis over gaat, dan zit je terug op de portaalsite. En daarin zitten dan nog bijvoorbeeld verwijzingen naar de marinekadetten, verwijzingen naar Eurodefence Belgium, dat is Eurodefence, dat is zo'n verzameling van admiraals en generaals die bezig zijn met het ontwerpen van een leger voor Europa. Al heel lang zijn ze daarmee bezig, maar het staat nog nergens voor het moment. Maar het zal ooit wel komen, denk ik, hoop ik. Dan heb je hieronder nog een serie met scholen en dergelijke, buiten de zeemacht nu. Kadettenschool zit hierin. Wacht, en dan hier nog een paar sites over de Franse marine. Met drie Belgen, Luc Baudet, ikzelf en de Jules Wouters, zijn naar Frankrijk op cursus geweest voor 3 jaar bij de Franse marine. 2 jaar in Brest en 1 jaar op de Jeanne d'Arc. Dat is alleen over de Jeanne d'Arc hier. Dat is een diaporama van de Jeanne d'Arc. En dan heb je hier nog correcties en dergelijke. Maar de meest recente site is in deze. Voilà. Daar zijn een paar hoofdstukjes met een hangslot. Daar kun je niet binnen zonder paswoord. Zal ik later eens opsturen, dan kun je het ook zien. Enfin, het enige dat er feitelijk in zit, dat zijn adressen en e-mailadressen. Voor de rest, dat heeft al weinig belang wat dat erin zit. Hier heb je dan Labaye. Labaye, dat is de bijnaam van de zeevaartschool in Brest. Labaye, dat is een tobbe, een kuip, een houten kuip. En die school wordt vergeleken met een houten kuip, waarin de visjes rondzwemmen. Dan heb je hier nog de Jeanne. De Jeanne, daar moet je een keer gaan kijken, Rudy. Bij mijn bijdrage, de souvenirs van de Jeanne d'Arc. Hier zie je mij in mijn jonge jaren een beetje. Dat verandert. En dan heb je hier nog video's. Hier heb je bijvoorbeeld de reis van de Jeanne d'Arc. 5 maanden, de reis rond de wereld. Dat is een tekening. Als je er op klikt, dan gaat je naar een reeks filmpjes over die reis. Hier, dat is een totale film van 40 minuten duurt die. Of je kunt dat ook bekijken in stukjes, in losse stukjes. Het vertrek, Martinique, Kanaal van Panama enzovoort. De Marquise, Tahiti, dat is telkens een stukje, kort stukje.
Voor Tahiti is bijvoorbeeld maar een minuut 30 dat dat duurt. Nouvelle-Calédonie, 2 minuten en zoveel. Maar dus dan kun je bepaalde onderdelen bekijken en alleen dat, dat is gemakkelijker. Voilà, veel leesgenot en kijkgenot. Rudy, tot later. Ik ga hier nog een muziekje opzetten van achter. En oké, dag.